Ja, dus het is weer zo exemplarisch voor een, wat ja. voor een film we eigenlijk wel mm -hmm. niet leven. Dat daar zo'n figuur zit om, om ja. al met zijn Duitse accent... Ja, maar je te moet doen. iemand hebben die naar voren wordt geschoven als het gezicht. Nee? En, uh... Dat is in dit geval uh, kennelijk uh, meneer Swapen geworden. Ik weet niet of je even zijn boek gelezen hebt. Heb ik, ja. Heb je gelezen, daar word je niet vrolijker van. Nee. Wel. In alle opzichten niet, het is ook een nee. slecht boek. Eigenlijk zou iedereen gewoon dat boek even moeten lezen... Uh, <coughs> om zich te beseffen in de, in, in de situatie waar we, waarin we nu zitten eigenlijk. Ja, ja nou ja, dat, dat, dat zou natuurlijk uh, mooi zijn. Maar niet iedereen uh, neemt die moeite en... Uh, Um, om zich daarin uh, te verdiepen. En daarom vind ik het van belang dat we bijvoorbeeld nu hier uh, op een eenvoudige manier het inzichtelijk kunnen maken. Ja. Want wat is hier nou aan de hand met de wereld? Uh, wat gebeurt er? En uh, hoe past die coronacrisis, die nu iedereen zijn uh, aandacht wel trekt, hoe past die nou in uh, de. Geplande totale herinrichting van de wereld. He, Verenigde Naties zijn er helemaal niet geheimzinnig over. Ze willen de wereld totaal herinrichten. Uh, ook World Economic Forum is er niet geheimzinnig over. Een totale reset. Een, een, een jaar, uh, ruim een jaar geleden is het inmiddels dat een, 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 uh, een, een normaal. Jaarlijks terugkerend, natuurlijk verschijnsel. En ze werd omgedoopt tot een enorme bedreiging voor de, voor de volksgezondheid. Mm -hmm. uh, die, overigens, uh, als je naar de feiten en cijfers kijkt, uh, nergens onderbouwd wordt. Maar in ieder geval, het was een excuus om uh, allerlei maatregelen te nemen. die. Uh, uh, onze vrijheden afnemen, die onze verworvenheden gaan afnemen. Hè. Onze economische verworvenheden gaan afnemen. En dat al voor veel mensen al doen. Hè. Jij komt zelf uit de horeca-achtergrond. Uh, um, ja. Dus daar, daar wordt uh, erg veel schade geleden. En uh, je ziet ook dat er. Um, uh, argumenten aangedragen worden waarom mensen die offers allemaal moeten brengen en als het argument niet meer werkt of onderuit gehaald wordt, dan wordt het met het grootste gemak een nieuw argument uh, 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 wordt er, uh, opgevoerd uh, en die argumentatie verandert dus voortdurend, maar het beleid. Het, het vernietigen van vrijheid, het vernietigen van economie blijft dezelfde kant op gaan. Dus het, uh, uh, het kan niet anders dan dat daar een andere agenda achter zit. Wil je even teruggaan naar de echte oorsprong van, van Agenda 2030? Ja, het, dan... idee, hè? het, het, het ja. idee. Het idee erachter. Hè? Kijk, het is natuurlijk, ja, je kunt zo ver teruggaan als je wil. Maar de wil om de wereld te overheersen, de wil om macht te hebben over zo'n groot mogelijke groepen mensen. En met uiteindelijk het ultieme doel natuurlijk alle mensen. Die wil, en dat voor langer bestaat dan zolang de mensheid bestaat. En in de loop der tijd hebben lieden die daarop uit zijn allerlei ideeën gehad over hoe ze dat moesten doen. En ja, daar is sprake van voortschrijdend inzicht geweest. Je ziet in de geschiedenis daar ook keerpunten. Eind van de um, 18e eeuw uh, zie je dat er grote veranderingen waren in de inrichting van de wereld en uh, hoe je een hiërarchie moet opbouwen en hoe je ervoor moet zorgen dat je de zeggenschap houdt. Um, en nu zitten we weer op zo'n uh, zo keerpunt um, en ja, we krijgen, de bedoeling is dus om die wereld anders, makkelijker en um, um, directer bestuurbaar uh, te maken. En die concrete plannen die stammen al uit de jaren 70 of mm. 60.